Vandaag is echt een beetje zo'n dag dat ik denk, hoe dan? Het staat 1 over Italië, hè? Ah, ik zie jou stiekem kijken! Oh. Gekkigheid, je komt dronken mensen tegen, vrolijke mensen, boze mensen, blije mensen, mensen die aan je zitten. Dan heb ik straks geen vriendin meer, maar dat maakt niet uit. Good morning! Ik ben nog bezig met mijn make-up, maar Dylan's en dreads gaan er vandaag af. Oh. Ik heb mezelf ready gemaakt en toevallig weer hetzelfde aan als de laatste vlog. Maar oké, vandaag ga ik ook naar Amsterdam. Maar ik eindig in Antwerpen. Eerst ga ik nu opschieten, want ik ben een beetje laat. En als het goed is, staat Danny al voor. Dan zien jullie Danny ook eindelijk. Okay. Goedemorgen! Nu ga ik wel vloggen. Danny zei tegen mij, je moet weer vloggen. Dus, daar ben ik. Ik heb dit nog helemaal niet verteld. Ik ga presenteren voor VK Mag. Superleuk. België heeft EK-wedstrijd. Ik wist er helemaal niks van. Maar oké, ik ga mensen interviewen op straat. Vandaag is echt een beetje zo'n dag dat ik denk, hoe dan? Het is echt letterlijk living the dream. Ik kan niet wachten om zulke dingen nog meer te doen. En het is vandaag natuurlijk wel een beetje overdreven dat ik met Danny mee kon rijden. En dus overdag gewoon lekker hier kan chillen. En dan s'avonds nog aan het werk ga in Antwerpen. En dan s'avonds slapen in Den Haag. Maar oké, ik neem jullie gewoon mee vandaag. En eerst maar even een roomtour doen. Dat doet iedereen in een hotel, toch? Hier kom je binnen. Dit is de deur. Heb je een super mooie lange spiegel. Dan kan ik vanavond goed kiezen welke outfit ik aan ga doen. Maar oké. Dan, de badkamer heb ik ook nog niet gezien. Nice. Heel chill. Wat is dit? Oh, dit is een spiegel. Ik dacht even, dit is een tablet of zo. Dan het bed. Nou, dit is toch helemaal gezellig. TV'tje. En een mooi uitzicht over Amsterdam. Ik ben echt happy at the moment. Ik ga nu chillen. Want dat is de bedoeling. Ik moet vanavond energiek zijn, want ik ga het echt door tot 1 uur 's nachts, geloof ik. Ik zie niet wat jullie zien, maar ik heb een telefoon, want ik ben ondertussen de foto's aan het maken met mijn camera voor mijn Instagram. Het is hier super goed licht, dus dat moeten we gebruiken natuurlijk. En ik ben mijn lader vergeten van mijn camera. Met mijn stomme hoofd, maar hopelijk hebben ze op mijn kantoor nog één liggen. Zo handig dat hotels ook gewoon snoertjes verkopen. Dus ik heb het geregeld dat ik nu een lader heb. En even geluncht. Helaas niet gefilmd, want ik was mijn camera vergeten. Ik heb net allemaal TikToks gemaakt, die moet ik ook even online zetten. Zo, oranje pakje aan. Ik heb toch dit aangedaan. Ik had ook nog een ander truitje, maar we gaan lekker oranje met deze dikke stampers. Ik ben nu heel snel alles aan het opruimen. Ik heb nog even mijn make-up bijgewerkt, want René is voor 5 minuten en ik moet heel snel opschieten. Mag ik even? Zie, nu ga je me misdragen. Hallo, fijn dat je er bent. Dat ik mee mag rijden eigenlijk, hè? Ja. Ja. René is mijn oppas vandaag. Oppasjuf. Want ik heb dit natuurlijk nog niet zo vaak gedaan. En René is hier een ster in. Hoe lang doe jij dit nu al? Dit soort interviews die ik ga doen? Al meer dan 3 jaar. Vind je het leuk? Ja, dit blijft leuk. Ja, je hebt altijd een verrassing. Ja. We weten niet wat we straks gaan tegen. Nee, je kan er ook gewoon, je kan wat voorbereiden, maar je weet natuurlijk nooit hoe mensen gaan reageren. Nee. En jij kan er heel goed op instellen. Jij ook. We zijn ook super vroeg, dus we gaan eerst denk ik hapje eten. Ik kan zo slecht. Wat doe jij nou allemaal? Dit heb ik letterlijk elke keer als ik vlog. Nou. Something. We hebben gegeten. Pammy. Oh, yes. Nou, ik ben echt de slechtste vlogger van... Sorry. Ja. Ik blaas hier bijna weg. Zo hard was die. Oprisping. Maar we hebben zo lekker gegeten, zoals je hebt gezien. Je bent ongegeten. Ja, ik ook. In Gouda. Lekkere spareribs. En ik had zalm. Laat je eerst alle groenten opeten totdat het zalm koud is en daarna moet de zalm eten. Deze man heeft altijd, het maakt niet uit wat ik doe, altijd iets te zeggen. Dat was gewoon een beetje een gek combinatie. Vind jij het een gekke combinatie? Laat het weten in de comments. Laat het weten in de comments. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan voor notificaties. Ik heb me nog even lichtelijk voorbereid. Met wat zinnen. Maar we gaan het zien. Het is nog niet heel bruisend hier. Nee, maar we rijden nog niet op de plek van... Van locatie. We zitten nog een beetje buiten het centrum. Ja. Wat
prachtig shot. Nou, dit is een heel goed idee van jou om even een shotje van de weg te maken. Hartstikke mooi. We zijn onderweg en Ruben is er ook bij. Hey Ruben. Hey. Hey, we gaan lekker filmen. We gaan lekker filmen. Ik heb een beetje vloggen voor je soms. Ja, graag. Dat zou lief zijn. Het is hier een en al drukte. Niet normaal. Het staat één over Italië. Ja, dat is niet best. Nee. Maar het staat hier vol met alleen maar Nederlanders. Alle gekken zijn verkleed en als Belgen. En heel gezellig. En heel gezellig. Ik ook eigenlijk. Ja, maar ik heb dus ergens gehoord dat hij het heel slecht heeft gedaan. Het is niet spannend, ik hou niet zo van voetbal, maar... Ja, je voelt de spanning nu toch wel? Ja, het is wel alleen maar spannend hier. Hoe was de wedstrijd? Ja, ik heb niks gevolgd, ik heb alleen maar bier gedronken. Ja. Zo hoort dat ook! Ik kan die vriend nog mensen herkennen. Ja, dat is hartstikke gek, joh. Het is bizar. Kennen jullie mij al? Ja, een beetje wel. Ja? Nee, wij kennen jou echt niet, hoor. Nee, joh, ja, ik weet het niet. Jij bent echt onbekend voor ons. Ja? Ja, nu mag, ja. Oh, leuk! Ik zie jullie filmpjes. Het is bizar voor mij ook. Okay. Ja, Jule altijd. Ja, dat klopt! Ik ken jou ook wel van je Instagram-pagina, hoor. Ja? Oh, ik zie jou stiekem kijken! Oh. Heb je nog puf om voor de camera te staan? Jazeker, ik zit nog vol adrenaline. Ja, dat is niet normaal. Deze man gaat als een jekko. Daar. Je doet echt heel fijn. Maar ik word er heel enthousiast van. Ja, dat zie ik. Dit is echt waar jij bruisend van wordt. Ja, maar dat begrijp je het een beetje waarom? Ik snap het, want ik vind het nu ook... Ik merk... Het is de derde keer dat ik de straat op ga, maar dit is wel echt heel leuk. Dit is gewoon leuk, dit is gekkigheid. Je komt dronken mensen tegen, vrolijke mensen, boze mensen, blije mensen, mensen die ijs zitten. Mensen die een beetje op de foto, ja, alles komt tegen. Het is echt heel erg leuk. We gaan zo naar huis rijden. En godverdomme, over twee anderhalf uur, verdikken. Een beetje bananenbollen in je bananenpak. Ja, ik heb mijn pakje weer aangetrokken en ik ben nu bij het hotel. Dankjewel. Alsjeblieft. En wil je nog iets zeggen? Nou, dat je het fantastisch gedaan hebt, Marijn. Jij ook, jij hebt me echt En wat was je populair in België? Ja, echt. Mijn god. Ik was er ook verbaasd over. Nou, nu mijn auto uit en ja, van huis. Ik ga. En ik overnacht in Den Haag. Woep woep. Nou, Johnny is ook aangekomen, hoor. Jezus, ik zie er ook uit. Op zoek naar de kamer. Oh, hier. Je ligt heel te slapen. Ja. Kijk eens. Ze hebben een bad. Daar heb ik zoveel zin in om morgen in te gaan. Ze slaapt lekker. Morgen maak ik de vlog af. Good morning! Yes! Dylan is er eindelijk in beeld. Woe! 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 Ik heb gisteren echt gewoon mijn spullen neergegooid en gezocht naar de spullen die ik nodig had. En Dylan, je moet je haar even laten zien. Nee, ik heb het nog niet gedaan. Oh, heeft het nog? Ik kan niet eens gedaan zijn. Beter dan dit wordt het niet. Nou, leuk. Blij mee? Ja, ik vind het wel leuk. Alleen heb ik straks geen vriendin meer, maar dat maakt niet uit. Ik was gewoon heel erg fan van je dreads, maar... Ja, ik ook. Hé, hey, je kan je knappe kop niet wegknippen. Nee, dat is zeker waar. Ik ben even ondertussen bezig met mijn make-up. Maar wat een chaos gisteren. Niet normaal. Voor mij is het ook echt heel vaag als mensen ineens weten wie ik ben. Of ineens denken van, hey, ik heb jou gezien. Ik ben moe. Ik ben echt moe. Ik heb 2 dagen echt super slecht geslapen. Omdat ik super excited was. En vannacht was ik ook natuurlijk laat. Veel indrukken, et cetera. En dan was ik nog zo hyper vannacht. Dat ik gewoon slecht heb geslapen en heel vroeg wakker was. Maar oké, wel echt super leuk. Als ik zulke dingen doe, dan denk ik echt van, ja... Hier ben ik voor gemaakt. Ik vind het zo leuk. Ik ga de video even linken in de bio. Ik was op het begin een beetje stroef. En op een gegeven moment kwam ik er lekker in. Maar het is ook veel makkelijker als mensen dronken zijn. Want dan praten ze ook gewoon. En dan komen ze al bijna voor je camera. In plaats van dat je midden op straat gaat staan. En dan mensen gaat aanspreken. En ik was niet per se zenuwachtig. Maar gewoon meer excited. En ik wil het gewoon goed doen. Dus ik ben benieuwd naar hoe het eruit ziet. En dan kan ik pas tevreden zijn. Maar voor nu... Ging het best goed. Ik ga verder met mijn make-up en dan gaan wij richting Heerenveen rijden. Ga je me niet herkennen op straat? Nee, ik herken jou gewoon zo wat echt niet. Is toch leuk, heb je weer een nieuw vriendje? Ja. Een nieuwe relatie. Oh my god, zou je mij niet als vriendje nemen zo? Nou, zo zou ik niet meteen verliefd op je worden. Godver. Nee hoor. Maar ja, ik moet gewoon even wennen. Ik hield wel echt van je dread.
Maar oké. Okay. Het is net zoals dat ik mijn haar nu zwart verf. Ja, ga je dan cool vinden? Zij... Nou, nee. Dan zie ik er alleen maar als een heks uit. Ik weet niet. Ik weet het niet. Je hebt nog nooit vaak gehad. Nee, nou, ik heb het idee dat ik er als een heks uit zou zien. Als ik mijn haar zwart verf. Ik wil wel mijn haar een keer roze of zo. Lijkt me wel leuk. Dan kan ik haar roze, toch? Ja, maar niet echt goed. Niet echt goed. Een pakketje. Kijk, wat is het? Oh, wow, echt groot. Wat is het? Yes, dit is van Amazon. Ah! Oh, oh, shit, allemaal. Confetti. Confetti. Sick mooie tas. Zo. En een dingetje. Dit is, vind jij dit cool merk? Ja. Nieuw toilettasje voor jou, denk ik. Toilettas. Ja, toch? Oh my god, wat is dit allemaal? Wat is het? Even kijken. Ik zie alleen niks. Ik zie er niks door. Oh, huh? Is dit een fit? Zo. Ik heb wel deze Fitbit. Is natuurlijk niet zo blitz als deze. Het heel veel van mij. Alsof hij dronken is. Wow, echt sick. Dit is een herengeurtje. Dit vind ik leuk, denk ik. Ja, ik was de enige vrouw in deze campagne. Wat is dit? Ik heb geen idee wat het is. Kan je hier vuur op maken? Ik heb geen idee wat het is. En dan is dit een soort van olie, denk ik. Ik ga thuis maar even kijken wat dit is. En nu gaan we echt. Ik ga lekker tukken. Ik ben echt gesloopt. Oh, nou, het is meteen donker. Slaap lekker. Trouwens, wat dit mysterieuze bakje was. Er zaten van die rocks bij. En olie. En dat brengt dus een lekker geurtje. Constant in je huis. Dus deze laten we hier even mooi staan. Ik sluit de vlog af. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat even weten wat je nog meer zou willen zien. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan voor notificaties. Ik wens je nog een hele fijne dag.